Welkom op deze repetities van Bruid in de Morgen. Een stuk dat gemaakt wordt door Koen Haagdoorns, Jan Bijvoet, Servé Hermans, El Stottermans, Ann Miller en Chris Thijs en mezelf, Matteo Simoni. Merci voor de komst allemaal. We gaan gewoon eigenlijk repeteren, ik heb er niet zoveel over te zeggen. We vertrekken gewoon van dat stuk. Jullie weten waarschijnlijk al wel dat dat Bruid in de Morgen van Klaus is. Hebben we dat zelf wat aan onze hand gezet, wat een soort bewerking, zijn een bewerking aan het maken die echt voor deze mensen fijn is om te spelen. En we vertrekken vooral vanuit de tekst die wij ervan gemaakt hebben. Nou, hè, man, je schuift weer alles op mijn rug. Zelfs deze smerig zaakje om ons veld te redden. Misschien kunnen we dat telefoneren dat ze later komt, volgende week of zo. Voor de bossen, de macadam door overal te hebben. Ja, die gaat dat wel verstaan. Die gaat wel verstaan dat twee verliefde mensen de tijd alleen willen. Nee, ik wil niet dat zij met Thomas alleen blijft. Andrea, ja, je moet nog geen dingen zoeken wat ik niet zeg. Ach, die hart luisteren, we moeten er toch niet. Waar fluisterden jullie over? Dank u voor de komst allemaal. Merci. Maar het is wel een stuk dat eigenlijk heel snel u al bij de keel grijpt, vind ik, waarin dat je direct meegesleurd wordt. Zelfs al was het een open repetitie in een, niet echt een zaal, ook nog niet met een afgewerkt decor, met mensen die af en toe eens weg en weer lopen en zo, toch slaagt er ongelooflijk in om die sfeer, om nu direct eigenlijk bij de keel te grijpen en zo. Je krijgt ook inzicht in de inspanning die ze moeten leveren eigenlijk, vooraleer het stuk er staat, en dat is fantastisch. We snappen nu wel dat het nog een beetje in een fase zit van, hè, wat is er goed, wat is er niet goed, maar we willen absoluut de afgewerkte fase ook nog een keer eigenlijk zien.